Zijn die op date? Nee? Oh, ik kan het zeggen, dan was het geen leuker geweest. Zo je die gezicht dus moeten zien, dames en heren. In Club Zuid, omdat ik een optreden kan geven voor jullie. Maar dat optreden gaat pas plaatsvinden in de zaal hiernaast. Dus ik heb nog even een momentje gedeeld om aan het idee te kunnen wennen. Ik dacht, ik verwelkom jullie alleen eventjes hier, want ik wil jullie graag voorstellen aan mijn manager. Die staat hier achter het gordijn. Als ik haar even aankondig, zouden jullie er dan een warm welkomstapplausje kunnen geven? Dames en heren, hier is niemand minder dan Vita Drakovic! Een beetje een tam applausje, dames en heren. Ik had er niet bij verteld. Vita is een behoorlijke diva. Die komt voor zo'n applausje echt niet achter het gordijn vandaan. Weet u überhaupt wie Vita is? Angstvallige stilte. Dat gaat alweer helemaal mis. Ik zal het even snel uit de doeken doen. Vita is dus mijn manager. Ze is paars. Ze heeft schubben. Ze heeft horens, net als ik. En ja, ik kan dat het beste zeggen. Ze is nogal groot voor stuk. Mag je rustig zeggen trouwens hoor. Sterker nog, Vita is enorm. Ik heb zelden zo'n gigantisch grote draak gezien als Vita Drakovic. In de breedte is zij zo gigantisch groot. Ah! Ja, kruidsel, waarom sta jij op het podium? Jij moet zorgen dat alles klaar staat voor het optreden. Ja, maar Vita, ik was al hartstikke druk bezig om iedereen te instrueren over dit en dat en zus en zo. Als ik een drukkerij was geweest, was ik waarschijnlijk druk. Maar ik ben Bob. Dat weet ik. Jij werkt voor mij. Ja, en ik ben klaar voor mijn optreden. Jouw optreden? Ja. Jij gaat gewoon naar Afrika. En dan worden we voor me halen. Nee. En dan kan de WAP zo dadelijk gaan optreden. De WAP? En nu aan de slag. Dus zo gaat zo beginnen hier. Wacht even. We hadden natuurlijk afgesproken dat ik een optreden zou geven en niet de WAP. Ik bedoel, ik zit hier naar de tafel hier voor me te kijken. Gezichten vertrekken meteen. Heb je helemaal geen zin in een optreden van de WAP? Zijn die op date? Nee? Oh, ik kan het zeggen, dan was het geen leuker geweest hoor. Die gezicht is moeten zien, dames en heren. Nou goed, dat gaan we even rechtzetten hoor. Vita, je ziet het, deze... Nou, maak je niet dik als Vita, eerst doe ik gewoon lekker waar ik zelf zin in heb. Ik ga dus voor jullie optreden. En ik hoorde gisteren een liedje in de club. Ik dacht, dat moet ik gaan vormen in Walibi. Het liedje ging ongeveer zo. Lekker beat, hè? Ik moest alleen wel even een andere tekst opschrijven, want ik moest mezelf nog introduceren. Dus dat is geworden een hi, mijn naam is Bob. 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 Oh. Ja, nee, wacht. Het slaat niet aan bij iedereen. Ik moet het misschien even over een andere boeg heen gooien. Misschien een wat meer modern, expressief, romantisch liedje voor alle vrijgezelle dames die nog in de zaal. Misschien jij, want je bent niet op date, toch? Of is het je vriend? Oh, ik controleer. Oeh, nou, dan gooi ik het maar over de andere boeg. Even kijken hoor. Dit kent elk kind van drie. Dan richt ik me even op een andere doelgroep. Dan doen we dat maar, ja. Alle kinderen zitten verschrikkelijk. Oh, schouders die en denk niet over de rug. Oh, schouders niet en denk niet. Ja, ja, je kunt doen alsof je het niet kent, hè, maar je kent het wel. Hi, ik ben Bob. Oh, dat weten we nu wel. Het is tijd voor de grote spektakel. Neem de mensen maar mee naar hierna. Ja, maar dames en heren, voordat we naar hiernaast gaan. Dus dan kunt u gaan lopen, mevrouw. Maar dan komt u dadelijk niet levend het gebouw uit. En dat zou ik persoonlijk jammer vinden. Want we moeten nog even de veiligheidsinstructies doornemen. Spits uw oren, dames en heren. Dan komen ze even in rustig tempo voorbij. Hou je armen, benen, hoofd en andere lichaamsdelen binnenboord tijdens de rit. Het maken van foto's is niet toegestaan. Ook mag je niet filmen. Sluit alle beugels, riemen en knopen. En geen losse voorwerpen in je zak te bewaren. Met een mutsen, een hoeden en de pets afnemen. En als onderhand de luchtdruk wegvalt, dan komen er ballonnen uit het plafond gevallen. Plaats deze ballonnen zo snel mogelijk over je hoofd.
Heb je een kind bij, plaats dan eerst de ballon over je eigen hoofd en dan pas over het hoofd van je kind. Heb je twee of meer kinderen bij, kan ze haar maar achterlaten, anderen meenemen. Ben je haast? Binnen is het raar van 3D-brillen verplicht. Leven is er nagespaard ook weer in, want dat weten u te vinden. Ook is een vuur, het is niet voor het aansteken van uw sigaret, maar puur en alleen voor entertainment doeleinden. En onthoud het allerbelangrijkste. Hi, ik ben Bob. Dank u wel, dames en heren. Ik heb even de achter voor mijn pilletje. Niet alleen, ik zie die zometeen in de zaal. Radio, tot ziens! Iedereen gaat ook kijken.
Giegelt, dan maak je een kans. Ja, laat maar, het is daar.
Thank you.